Meneer de minister, meneer de schepen, andere notabelen, beste genodigden en beste vrienden vooral uit de amateurkunstsector. Het is mij een oprecht genoegen u welkom te heten op deze officiële opening van de 20e week van amateurkunsten. En het Vlaams amateurkunstenveld is een sector waarin heel breed kan gegaan worden. Er zijn toetsen van welzijn, onderwijs en jeugdbeleid merkbaar die mee het mooie palet dat hier vandaag ook te zien is, kleur geven. Want we weten het, ik trap een open deur in, maar ik zeg het nog eens graag, amateurkunsten stimuleren een heleboel dingen. Creativiteit uiteraard, educatie, innovatie, participatie, heel belangrijk, sociale cohesie en zelfs een stukje onze economie. De komende 10 dagen gaan er meer dan 800 activiteiten door. Tal van initiatieven, een grote variatie in aanbod, kunstvormen enzovoort. Al die dingen zetten de amateurkunsten in de schijnwerpers. Dames en heren, jongens en meisjes, het is een echt waar fantastische week al geweest. En het mooiste moet nu nog komen. En nog eventjes van het knetter genieten, dat is belangrijk. Festival en de Week van Amateurkunsten officieel geopend! En de winnaar, beste allemaal, is Houtrot. Thank you.